Prettig gestoord, knettergek of zijn het echte liefhebbers? Fanatiek zijn ze in ieder geval wel. De mensen die sinds vannacht in een parkeergarage in Roosendaal zitten. Ze willen allemaal een kaartje bemachtigen voor de Prinsessoirée. Een groot carnavalsfeest in Tullepatanenstad. Een verslaggever Marieke Boerenfijn is in Roosendaal bij de wachtende feestvierders. Ja, Marieke, is het al een stuk drukker bij jou? Zo te zien wel. Nou, en of het hier druk wordt. Echt die Tullepatanen, die Roosendaalse carnavalsvierers, die druppelen hier binnen bij parkeergarage De Biggelaar. Er komen ook zelfs mensen van kinderdagverblijf met kindjes kijken hoe opa, oma, papa, mama, broertjes, zusjes hier in de rij zitten om dat kaartje te bemachtigen, hè, voor het Prinsessoirée. Het grote carnavalsbal waar iedereen bij wil zijn, verschillende voorstellingen. Maar ja, je wil de eerste zijn en eerlijk is eerlijk. Eigenlijk is de traditie van het in de rij liggen nog belangrijker dan het hele Prinsessoirée zelf. Want carnaval in Roosendaal is nu dus al begonnen. Goedemorgen, Tullepatanen. Zijn jullie al wakker? Ja. Jij was de eerste, hè? Laat het bewijzen zien. Nummer 1. Hoe vroeg uit je nest? Heel vroeg. We waren om 2:30 wakker. Ja, en dat is oud. Hoe belangrijk is dat, Prinsessoirée? Heel belangrijk. Sinds heugenis doen we dit al. En nu zijn we voor de tweede keer geëindigd dan hier in de parkeergarage. Dus dat je ook wat comfortabeler kunt zitten. Tullepatanen? Ja, die komen van dag en dauw uit de hok. Die gaan niet al te lang op stok. En ja, wat dat betreft, hier de plek zoals we hier zitten, is denk ik gewoon een leuk feestje weer vandaag. Ja, Marieke, pas morgen vroeg kunnen ze die kaartjes bemachtigen, 11:11. Daar wordt nog een hele zit, maar volgens mij gaan ze wel een feestje van bouwen, hè? Dat is wel de bedoeling. Er komt muziek, er komen blaaskapellen, dweilbandjes, er wordt gezongen, er is bier. Maar let wel, die mensen moeten de nacht nog door, hè? En er wordt een leuke nacht, hè? Ik denk het als wel. Tenminste, gezien hetgene wat ik allemaal in mijn tas heb, zal dat best gaan lukken, denk ik. Ja, want Tullepatanen, leutige mensen. Jullie zijn van de Leutacademie. Gaan jullie de mensen hier nog leren hoe het leutig wordt vannacht? Ja, dat doen we al 7 jaar. Met de Leutacademie. Maar we missen nou 1 docent die is nou aan het lesgeven. Dus die kan er niet bij zijn. Maar we hebben eigenlijk wel schoolmelk bij. In die bruine flesje. Dus dat wordt een gezellig feestje. Kijk, en het is hier dus slapen vannacht. Naar de wc gaan vannacht. Je tanden poetsen vannacht. Tot morgenochtend 11:11. Want dan is het... Ik denk dat wij hoogstwaarschijnlijk wel vroeger zullen zijn. Rond 10:00. Dat de kaartverkoop zal starten. Dus wij hopen tot die tijd... dat we het vol kunnen houden. Ik zeg Tullepatanen, Roosendaal, Tullepatanenstad, hartstikke leutig. En wij zeggen bij Omroep Brabant... hartstikke leut en fijn feestje. Leut en fijn feestje. Fijn feestje niet. Ja, fijn feestje niet. Het ziet er heel gezellig uit, Marieke. Veel plezier daar.